En de scherpere controles aan beide uiteindes van de Wijdenboschbrug is per gisteren dinsdag 28 december officieel ingegaan. De motorsurveillance dienst en de politie van Kommerwijnen zullen 1x24 uur aanwezig zijn om toezicht te houden op de naleving van nieuwe regels. Het ministerie van Justitie en Politie voelde zich genoodzaakt nieuwe regels in te stellen na een zwaar ongeluk ruim 2 weken geleden, waarbij een houttruck meerdere auto's ramde en 1 persoon kwam te overlijden en meerdere mensen gewond raakten. Zwaar beladen trucks zullen nu alleen gedurende de lockdown en wel vanaf 11 uur 's avonds tot 5 uur in de ochtend worden toegelaten. Er zal dan ook een geldige dispensatiebewijs overlegd moeten worden aan de politie. Volgens hoofdinspecteur Rachel Deekman is het verkeer rond deze tijd van het jaar alleen maar drukker. Vandaar ook de noodzaak tot deze maatregel. Zwaar materieel is een verzamelnaam voor alle zware voertuigen. De 12 ton heeft hier betrekking op de aslast, maar niet op de lading van het voertuig, legt Henk Wip, hij is beleidsadviseur van het ministerie van Openbare Werken, uit.